Oké, jullie mogen met z'n tweetjes even deze kant op komen. Leg ik het hier even uit. Jij mag het even met mij voordoen. Jij mag aan het net komen staan. Aan het net. Hey, bij padel is het eigenlijk altijd zo dat er twee mensen aan het net staan en twee mensen achterin. Dat is het meest ideale. Dus je staat, als het goed is, veel aan het net. Dat maakt het ook zo leuk. Het is heel dynamisch. Dus dan gaan we proberen met z'n tweeën een rally te spelen. Ik speel aan en jij probeert te volleren. Juist. Ja, je gaat hem alleen maar duwen. Doe een paar minuten en dan ga je wisselen. Dan gaat de ander aan het net. En dan gaat de ander aanspelen. Yes? Probeer maar eens. Heel goed. Maakt niet uit wie aan het net begint. Ja, en dan probeer je samen die bal in de rally te houden. Ja, en dan mag je al klaar gaan staan met je racket voor je. Want stel je hebt hem hier en die bal komt op je richting je gezicht erbij te laten. Dus altijd echt voor je klaarstaan. Ja. Je mag als je wil de andere hand erbij pakken. Juist. Goed, mooi. Zo ja. Ja. Maar bij gewone voorhand, als jij een bal aan het starten.
zeker mag buiten. En als je dadelijk weer grof hebt, dan moet je even opleggen dat hij niet trekje was. Nee, even snel de bal. Jullie hebben ook misschien al een beetje gezien de padel, ondanks het slechte weer. We hebben een nieuwe tak van sport erbij gekregen vanaf 2018. Maar dan moet ik eigenlijk nou denk ik overgaan naar onze jubilarissen, want die lopen er eigenlijk toch al wel heel veel. We zijn dus 40 jaar geleden begonnen met twee banen en het oude clubhuis.